bestellen? Daarvoor gaan we eerst een beetje lopen. Hey, interessant, Mark. Waar zijn die kleppen eigenlijk voor? Die zorgen dat het lucht dieselmengsel in de cilinder komt en op de afgekoeld wordt en dat je juist compressie hebt. Gaan we straks verder naar kijken. Gaan we naar kijken. Ja, leuk. Ik zal proberen hier niet in de weg te lopen. Als je wel in de weg loopt, krijg je voor de schop. Ja, en ik ga gewoon, ja, ik ben benieuwd. Lucht slang eraf. Die is van de lucht toevoer. Dit is de luchtfilter. Ja. Die gaat via die slang hier naar het inlaatspuitstuk. En dan krijgt de motor lucht. Krijgt de motor lucht. En van de andere kant krijgt hij zijn diesel. Ja. Nou, dat heeft drie dingen nodig, hè? Lucht, brandstof. En warmte. En warmte. Ja. Geen precies. Nee, een dieselmotor, hè? Dieselmotor, zelfontbranding. Ja. Compressie. Hey, leuk! Zodra je die dingen heeft, blijft het open. Daarom snap ik ook niet dat die mensen allemaal een snorkel monteren tot boven de dak. Dan krijg je alleen maar minder lucht. Ja, je krijgt wel lucht. Dan ga je een diepe plas in, of een rivier in. Die motor loopt terwijl je zelf al verzopen bent. Ja. Ja, dat is inderdaad een uitdaging. Maar goed, dat moet iedereen voor zich weten. En daaronder zitten de kleppen. Die zit hieronder. En eigenlijk zijn dit ouderwetse kleppen, hè? Moderne motoren die hebben dat luxe. Die zijn allemaal zelfstellend. Zelfstellend, hè? Ja. Dit niet. Nou, dus dit moet je eigenlijk onder zoveel kilometer moet je dat stellen. Ik doe dit altijd als ik olie vervest heb. Zoals ik dat straks gedaan heb. En als ik hoor dat er een klep niet goed staat, dan doe ik het nog een keer. Hoe kan je dat horen dan? Dat klinkt een beetje hoor. Een beetje hollig? Ja. Dus het is puur op het gehoor. Dan puur op het gehoor, dan. Ja, ik heb het ding al een paar jaar. Dan, je kent je auto, je kent je motor. Ik ken mijn auto, ik ken de motor. Ja. En dan weet ik, want hé, daar staat de klep niet goed. Dan laten we eens even kijken. Ja. Nou, dit is de deksel eraf. Lekker onder de olie. Nou, dan hebben we hier de kleppen. Ja, nou, de kleppen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe dat beweegt, Mike. Niet over mijn tenen rijden, hè? Ik heb hem in twee lagen. Oké, okay. Nee, dat is goed. Hey, leuk, Mark. Je ziet het echt bewegen. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, die motorkap dicht, hè? Een klepdeksel erop. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, gaaf man. Dan hebben we binnenkort een video die jij kan bekijken. Ik hoef het eruit. Met de kleppen. We zorgen dat we wat dichter weer bij hebben. Voor de kijkers. Goed, de klepspeling. De klepspeling. Want dat voel je neem ik aan zo met de vingers zo. Hoe spelen we dat de klep zit? Hier op het klepdeksel staat tappet clearance inlet 0.1 inch en uitlaat ook. Of die motor nou warm of koud is, maakt niet uit. Super. Maar sommige maken het wel uit. Ja, maar wat Land Rover Series maakt het niet uit. 0.1 inch. Hoeveel is dat meters af? Dat is 0.25 mm zeg ik uit mijn hoofd. Precies. Helemaal goed. Net of ik er ook iets vanaf weet. Laten we eens even kijken of we wat dichterbij komen. Dat we een beter shot krijgen. Nou, we zien hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleppen. Ja. 1 inlaat en 1 uitlaat per cilinder. Hoe we dan werk met stellen? Hier, tussen 4 en 5, kun je zien als een spiegelas. Wat doen we daarmee? Als klep 1 helemaal geopend is, dus helemaal naar beneden staat, kan je klep 8 stellen. Oké. Als klep 3 helemaal geopend is, dus helemaal naar beneden staat, kan je klep 6 stellen.
is 7 helemaal geopend. Dan stel je 2. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar hebben ze bij Landrover diep over nagedacht. Daar is diep over nagedacht. Het is reuze eenvoudig. Mike. Ja? Nou, begrijp ik dat van het spiegelen, dat begrijp ik. Maar hoe kan je nou die motor ronddraaien? Moet je dan steeds met de startmotor aan de gang? Nee, of is daar een slimmere systeem voor? Ik kan 2 dingen doen. Je kan hem in de versnelling zetten en dan de auto naar voren en achter houden. Dat lijkt me handig. Dat lijkt me handig. Maar ik heb nog iets veel handigers. Dit is een gereedschap. Dat is een motorzwinger. Die is nu helemaal naar beneden. Die is helemaal open. Als we die hier nu zien, dan voel ik ook geen speling. En dan zou deze... Die kunnen we nu gaan stellen. Die heeft ook heel ietsje speling nu, hè? Ja, we zullen eens kijken hoeveel het is. Ja. Hij heeft een klein beetje speling, zoals Appel zei. De voelermaat 0,25 mm. En die moet er soepel tussendoor passen. Deze gaat een beetje te strak. Oké. Dus, om ze een ietsje los te zetten, hebben we een sleutel half inch voor nodig. Gebruik altijd de juiste maat. Hè? Altijd de juiste maat. 13 meter is past bijna, maar net niet helemaal lekker. Nee. Dus, de borg moet. Maak we los. Stelschroef. Wil. Eigenlijk moet hij net aan, moet hij er tussendoor glijden. Kijk. Met 2 vingertjes moet hij soepel kunnen glijden. Hij glijdt nou een klein beetje strak. Hier ben ik terug. Nee, te veel. Dus af en toe een beetje zoeken. Met het vastzetten van de stelschroef en de borg omhoog. Ja, want we hadden het over 0,25 mm, dus dat is heel weinig eigenlijk. Dat is heel veel. Kijk, daar ben ik er heel wat blij mee. Zeker, pak ik een maatje groter bij. Nummer 3. Ja, die krijg ik er niet tussen. Dat is mooi. Pakken we dan voor de gein ook eens even 0,2 erbij. Dat is de andere kant uit. Altijd even zoeken met die altijd dingen. Altijd zoeken, het zit altijd de verkeerde kant op. 0,2. Eraan in. Dus die is gewoon goed. Die is goed. Nou. Op naar de volgende klep. Ik heb een papiertje dat ik de nummertjes heb geschreven. Dus ik streep even door welke ik gehad heb. Dat ik niet 2 keer hetzelfde ga stellen. Echt een papiertje van een vakman. Zie ik. Er zit een olievlek op. Ja. Nou, de volgende. Iets te ver gedraaid, dus dan draai je maar door. Je draait ook altijd met de klok mee, hè? Altijd met de klok mee, nooit tegen de klok in. Nee. Dat kan trouwens ook niet vanwege die nokken. Die... Nee, met de zwengel kan dat niet. Met de zwengel kan dat niet. Maar je zou met een sleutel of al duwend zijn het wel de andere kant kunnen doen. Ja. Ja. Dus als je de auto achteruit duwt, moet je hem ook in achteruit zetten. Dat lijkt me verstandig. 8 is helemaal open. Dan gaan we naar 1 kijken. Nou ja, mijn ervaring is, als je de auto achteruit doet, kijk ook altijd even achter de auto of je ver genoeg achteruit kan duwen. Wie weet ligt er een
hele dure porseleinen vaasvlees wil worden. Zo, nou. Of staat een auto van een vriend van je erachter. Precies. Duw je hem daar tegenaan. Deze staat ook iets te strak. Maar het is wel een werkje waar je vieze handen van krijgt. Ja, of je moet handschoenen aantrekken. Ja, die hebben we ook. Ja, maar dan heb ik geen gevoel in mijn vingers. Dus als je bang bent voor vieze handen, moet je geen oude auto kopen. Nee. Of je moet heel veel geld hebben dat je alles laat doen. Ja, dat is bij een oude auto... Is dat een dure hobby natuurlijk? Dat kan in drie papieren lopen. En heel eerlijk, landroverrijders hebben meestal twee hobby's. De ene hobby is rijden tot het kapot gaat en dan komt de tweede hobby. Sleutelen totdat het weer werkt. En daarna begint de eerste hobby weer. Ja. Build it, run it, break it, start all over again. Dan hebben we die weer. Nummer 4 is een kandidaat. Nou, eerst is 7 aan de beurt. Nee, te ver. Maar als je te ver bent, dan begin je eigenlijk gewoon weer opnieuw. Dan begin je gewoon weer opnieuw, ja. En ik hou geen vaste volgorde aan, ik kijk gewoon welke klep er open is en die corresponderen aan de andere kant. Die ga ik stellen. Vijf is open. En de kleppen worden eigenlijk aangestuurd door de nokkenas. Daar zitten nokkies op. Daar zitten nokkies op. Die zorgen dat ze... tijd de klep aan indrukken of niet. En de nokkenas bij een landrovermotor, in ieder geval bij die oude motoren, ligt onderin. En dat is van cruciaal belang als je die cilinderkop eraf haalt. Bij de moderne motoren heb je hierboven eigenlijk je nokkenas lopen. En heb je je distributie vanuit je motorblok door je cilinderkop heen lopen. En bij landrover hebben ze de nokkenas onderin gelegd. Waardoor de distributie niet door de cilinderkop heen loopt, waardoor we makkelijk de cilinderkop eraf kunnen halen. Dat betekent dat we klepstoters hebben. En ja, natuurlijk geleide slaafjes, plunjes, geef het een technische naam, die het zaakje aanduwen. Ja. Mooi systeem. Mooi systeem, simpel, eenvoudig. Ja. Ga je op wereldreis met een auto, neem een oude landrover. Dus dit is 2,5 blok. Ja, dit is een 2,5 liter blok. En dat is net ietsje anders dan de 2,25. Ja, ik zie dat jij een snaar hebt, een riem. Ik heb een riem, die loopt hier zo. En de 2,25 heeft een ketting. Die heeft een ketting. Er komt ook bij de 2,5 hebben ze de brandstofpomp op een andere plek gezet. En dus er zijn nog wat meer verschillen. En die gaan we natuurlijk wel eens een keertje belichten in een andere blok. Maar waar we hadden het over de distributie. Achter dit stuk zit de krukas, die zorgt dat de zuigers op en neer komen. Je ziet al, hier is een klein tandwiel. Hier is een groot tandwiel. En dat is een factor 1 op 2. Dus als deze één rondje draait, heeft die een halve afgelegd. En dat is het principe van een viertakmotor. En op die manier, als je draait, zie je het mooi meebewegen. Dit blok staat al een tijdje stil. De bedoeling is dat die wordt ingebouwd in mijn auto. Maar je ziet dat de tandwielen gewoon netjes meedraaien. Hier zit de krukaspoelie. En hier zit de nokkenas eigenlijk achter, die de nokken beweegt. En daar zie ik er nog twee af, waar zijn die voor? Deze is van de brandstofpomp. Die hebben ze bij de 2,5 liter op een andere plek gezet dan bij de 2,25.
En dit is een spanrol. Die zorgt dat de snaar mooi op spanning blijft staan. Eigenlijk niks meer en niks minder. Nou, deze staat erin. Ruim betekent eigenlijk dat de klep te weinig open en dicht gaat. Die gaat niet ver genoeg open. Dus bij een luchtinlaat is dat dat hij te weinig lucht krijgt. En bij een uitlaatklep betekent dat eigenlijk dat hij zijn uitlaatgassen niet allemaal zou kunnen. Niet voldoende afvoeren. Nee, niet zou kunnen afvoeren. En als je de klep helemaal niet zou bedienen, dan zou de motor het niet doen, want dan krijgt hij en geen lucht en hij kan niks afvoeren. Zoals ik al zei, het is af en toe een beetje pielen en nog een keer opnieuw. Laten we gaan kijken hoe die klep vanaf de onderkant, hoe dat er nou uitziet. Ik heb hier nog een oude cilinderkop van 2,5 liter. En daar kunnen we mooi vanaf de onderkant, want hij is gedemonteerd, kunnen we zien hoe de kleppen zich bewegen. Ik zet even de koevoet eventjes tussen om de klep even in te duwen. Zo gaat hij open. Dan zie je dat hij hieronder open is. Kijk of we daar meer in kunnen zien. En dan is je dicht. Ja, dit is de oude pakking die nog op het deksel zit. Met een beetje roeibare pakking vastgekit. Hij ziet er nog goed uit, maar zo'n pakking kost 2,5 euro of zo. Waarom zou je risico nemen? Het is gewoon een nieuwe erop. En hij is al een keer gebruikt, hè? Hij is al een keer gebruikt. Ja. Dus de kans op beschadiging is er. Kijk, nou is hij helemaal kapot. Je hebt natuurlijk altijd oude resten zitten er nog op van de kit ja, die je gebruikt hebt. Is dat gewoon siliconen kit van huis naar de keuken? Nee, dat is vloeibare pakking. Dat is vloeibare pakking, hè? Dat koop je bij de automaterialenhandel. Ja, dat is niet goedkoop, moet ik zeggen. Maar gebruik alsjeblieft geen spul waar je op je badkamer hebt. Nee, dat is niet bestand tegen hoge temperatuur en tegen olie. En nu we hem hebben schoongemaakt, Mike, kan hij er gelijk op? Of moeten we zorgen dat die ontvetter eerst een beetje weg is? Nou, ik laat die ontvetter eerst even opdrogen. Dat is ontvetter, hè? De olie is vet. Dus
risico is misschien erg klein, maar ik neem geen risico. Nee, want ontvetter en olie, ja, dat is een ja, combinatie. Beetje vijanden van elkaar. Ja. Nou, die leggen we dan maar eens even lekker in de zon. Hé, hey, de koffie is op, Mike. Ja, en de kleppendeksel is opgedroogd. Dus dat was een beetje kliederen. Nou ja, kliederen. Ja, het is wel kliederen. Het is wel kliederen, niet te veel. Het is alleen wat bedoeld. Dat een stukje kurk wat erop komt. Dat hij een beetje blijft zitten met monteren. Eigenlijk moet je hier natuurlijk handschoenen voor aan, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. Een mooi dun laagje hebben we nu. Heel dun filmpje. Even erop zitten. Eigenlijk alleen maar voor het plakken. Eigenlijk alleen maar voor het plakken, dat hij, als ik hem zo meteen op de cilinderkop leg, op zijn plek blijft zitten. Op zijn plek blijft zitten, dat die plakken er niet vandoor gaan. We zijn ook van deze plakkingen met een kleefrand. Plak je het eigenlijk op als een sticker. Maar daar kon ik even niet aankomen. Dan zitten we het zo. Ja, en die pakking is eigenlijk een gewoon ouderwetse kurkpakking, hè? Ja, ouderwetse kurk. Niks meer, niks minder. Ik haal deze erop. Nou, hij is altijd even een gepiel, want hier loopt natuurlijk ook nog een slang deze. Ja, dat is voor de kachel. Die is voor je kachel. En dit is dus de reden dat je het vloeibare pakking ertussen hebt. Ja. Dat de pakking gewoon lekker op zijn plek blijft zitten. Zou je dat niet doen? Ja. Dan was hij lang beschoven. Die kan je er opnieuw beginnen. Ja. En dat 23 keer 18 jaar. Daar word je niet vrolijk van. Multifunctionele boutjes. Moet ook moeitjes, hè? Dat weet je. Ja. Zouden meerdere dingen vast. En dit is dezelfde sleutel die jij ook gebruikt voor de kleppen te stellen, Mark? Nee. Nee? Dit is metrisch 13. Dit is metrisch 13. Nou, dit is topmoeitjes. Blijf wachten met die dingen. Half pas, ja, net strak. Net strak, ja. Deze auto heeft zowel metrisch als imperial of inchmaten, net zoals je het wil noemen. Door elkaar heen. Dus je blijft vaak zoeken naar het juiste passende gereedschap. En je hebt natuurlijk een dubbele set nodig. Ja. Karterontluchting, hè? Karterontluchting. Heel mooi dat hij nu inderdaad waar de lucht in later bij komt. Nou, zou de slang er ook kunnen? Nou, alles weer netjes vast. Alles netjes vast. Kleppen zijn gesteld. Nieuwe pakking.
Nieuwe pakking zit erop voor de kleppendeksel. Nieuwe olie en het luchtfilter. Ja, olie en het luchtfilter is vernieuwd. Dus eigenlijk is een klein stukje onderhoud weer gepleegd. Ja, je had laatst al, en dat hebben we natuurlijk niet op video, heb je de olie al ververst? Ja. Nou, dat, en het oliefilter vervangen. En het oliefilter vervangen. Anders heeft de olieverversie geen zin. Nee, nee, je moet en oliefilter en olie, ja. Die twee horen bij elkaar. Ja, zo'n filtertje, euro 4, 5. Ja. Ja. Waarom zou je risico nemen? Ik kan dan zeggen, het zijn de kosten niet. Gaan we in een andere vlog, gaan we dat eens doen, als je er weer aan toe bent. Over een 5 tot 6.000 kilometer. Kijk. En wanneer dat is, ik weet het nog niet. Moet eens kijken, want de winter komt er natuurlijk aan. De winter komt eraan, en als er zout op straat ligt, dan komt deze jongen niet buiten. Als er iets slecht is voor je auto, dan is het pech op. Ja. Nee, ik kon het zeggen, want ja, misschien wel leuk om wat meer te vertellen. Jouw Land Rover is een militaire Land Rover, zo te zien. Het is een militaire Land Rover, ontwikkeld vanuit de serie 2A. Dit is een serie 3. Het grootste verschil met de 2A is de trainingsbak. Deze is gesynchroniseerd. Terwijl de 2A niet gesynchroniseerd is, dus moet je dubbel klutsje. Nee. En ik begreep dat jij als dienstplichtige ooit in zo'n voertuig gereden hebt, toch? Ik heb zelf een rijbewijs op zo'n ding al. Kijk, dat bedoel ik. Toen nog 10 maanden per jaar weer rondgereden. Ja. Hé, hey Mike, hij heeft een naam, hè? Ja. Sheila. Ja. Denk aan Australië. Denk aan Australië. Australische vrouwen hebben als scheldnaam Sheila. En dit is een... Sheila's roken, drinken, maken een hoop herrie, hebben nukken, zijn moeilijk te hanteren, kost je klauwen bij geld en zeer bij tijd, net zoals de oude Land Rover. Ja. Ja, want we zijn er altijd veel druk mee. Ja. We zeggen, oude auto's rijden betekent heel veel onderhoud? Heel veel onderhoud. In het militaire leven hebben deze een hele slechte naam. De reden daarvoor is, heb ik zelf geconcludeerd, alle chauffeurs waren dienstplichtig. De meeste interesseren helemaal niks. De meeste monteurs, dienstplichtig, interesseren het ook weinig. Maar ze bleven wel rijden? Ze bleven wel rijden. Ja, soms met kunst en vliegwerk, maar ze bleven wel rijden. Ja. We zeggen altijd, er moeten 5 dingen echt kapot zijn en willen Land Rover het niet meer doen. Ja, dus op tijd je lampen repareren? Op tijd een nieuw lampje erin, dan blijft hij altijd rijden. Dan blijft hij rijden. Ja, dat klinkt heel flauw, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, en hoe lang heb je deze nou al? Ik heb deze nou een goede 13 jaar. Een goede 13 jaar. En jij was Land Rover monteur toen je hier aan begon? Nee, ik kon een wiel wisselen en olie peilen. Dat was het enige. Kijk, dus echt technische kennis? Ben je niet mee begonnen? Ik heb nooit op de school met de hamer, de zaag of de schroevendraaier gezeten. Dit is ervaring. Ik heb ook een onderhoudscursus gevolgd. Nog geen jaar had. Dat lijkt me wel praktisch. Dat ik een heleboel geleerd. Want het een komt het ander, je durft steeds meer, je wordt steeds handiger. En hier met de andere mannen een beetje overleggen, elkaar helpen. Ja. Kom je heel eind. Ja, want we staan hier eigenlijk in de sleutelschuur. Dit is onze sleutelschuur. Dit is onze sleutelschuur. En we hebben meer landrovers daar staan. We zijn met ons vieren. Ja. Eentje is druk met werk, werk, werk. Die andere werkt momenteel in Italië. Ja. Dus... we zijn voorlopig even met z'n tweeën. Ja, we zijn even met z'n tweeën. En nou ja, goed, we hebben natuurlijk nog een, behalve hier Sheila, hebben we... al die dingen hebben een naam, hè? Ja, allemaal. Al die auto's hebben een naam. We lopen hier even langs Jeltsin. Jeltsin is niet van ons, maar van een van onze sleutelvrienden. Gaan we vast ook nog wat dingen voorzien. En dit is hoe Larry er nu bij staat. Ja, we hebben net al gekeken eigenlijk bij de distributie het motorblok. En ja, Larry is een oude Italiaan, Larry de Laro. En in Italiaans klinkt dat natuurlijk als Larry de Laro. Zeg ik altijd maar. Ja, ik ben daar aan begonnen om het motorblok voor de zoveelste keer te wisselen. En toen dacht ik, nou weet je wat, we gaan gelijk wat verder, we gaan het wat opknappen. En toen is er heel veel tijd tussen gaan zitten. En de bedoeling is wel dat we hier weer aan verder gaan. En dan krijgen we natuurlijk weer leuke projectjes die we kunnen gaan opnemen. Ja, we hebben voorlopig dat moeten doen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.